Ja, een geweldig optreden aan het begin van de nieuwe wereld. Welkom. En straks nog meer van deze Nederlandse buikdanseres Julia Rose, die carrière maakt in het Midden-Oosten. En we gaan straks allemaal dansen, althans ik niet, want ik kan het niet, op de opzwemende zomerklanken van Sultana. En je zou het niet zeggen, maar worden we preutser? Jongeren die in speciale onderbroeken douchen, ouders die hun kinderen thuis houden van gemengde gymlessen. En is de islam hier de oorzaak van? Hier hebben we het over met seksuologe Inger Temels van Zetten en Kautor Darmoni, die cultuur en gender doseert aan de Universiteit van Amsterdam. Hoe kun je vergeven als er een aanslag op je leven wordt gepleegd? Dit gebeurde Elbie Seks. Hij streed zijn hele leven tegen het apartheidsregime van Zuid-Afrika. En hij was een van de architecten van de grondwet van het nieuwe Zuid-Afrika. Hij is in Nederland op uitnodiging van het Prins Klaus Fonds. En nu is hij bij ons. En dit alles in handen van uw presentator Colette van de Ven. Dankjewel, Johan. Dankjewel, Johan. Welcome, Elbie. I'm so proud that you are here. I saw the documentary about your person, about your life, and I was deeply moved. So it's an honor to me to have you here. You grew up in South Africa. Your parents came from East Europe. And what brought them to South Africa? They were Jewish? Yes, they were Jews in Lithuania. And every year at Easter time, the Cossacks would come to the little villages where they lived, and they said, the Jews killed Christ, and we are going to kill the Jews. So they had to hide in the forest, they had to hide in underground cellars and so on, and they fled to save their lives. Many went to America, Australia, Argentina, and from Lithuania especially to London and then to South Africa. But South Africa, the country of apartheid, that was not a big deal for them? They just wanted to escape from the massacres, from the pogroms, to have a new life for themselves. And then many of them, like my dad and my mom as she grew up, they had a deep sense of justice. They were fleeing from injustice. And how can they go to another country where they are part of the master race imposing injustice on the majority of the people? So they were very, very active as young people in the fight against racism in South Africa. My dad was a trade union leader, and my mother was the typist for an African man, Moses Katani. He was on the national executive of the African National Congress. He was also the general secretary of the Communist Party. So I grew up in a home where my mother would say, tidy up, Uncle Moses is coming. But it wasn't Uncle Moses Cohen, it was Uncle Moses Kotani. Right. That was his name. Yeah. And so for me, it came with my mother's milk. I saw a little piece in the newspaper here, I said in my mother's milk, and it was changed, it grew up with my porridge spoon. It came with my porridge spoon. And I don't know if that's the Dutch. What came with the spoon? The values, the ideas. What was the most important value? I would say there was a negative and a positive. The positive was the fight for emancipation, for justice. The negative was you don't walk through the world just doing automatically what everybody else does. So we didn't celebrate birthdays. To this day, I don't celebrate birthdays, but we had a dream of human emancipation. So it meant a lot of banal things, ordinary things that the other kids took for granted, we didn't have. And if it's a choice between the two, I think my parents made the right choice for me. Are you familiar with the Jewish concept of tikkun olam? Yes. Interestingly enough, I'm going to get the Tikkun Olam Award in Philadelphia. The film that's been made of my life is being shown at a Jewish film festival. Maybe it's good to explain what the Tikkun Olam is. I don't know too much about it. It's the command of God, given by God, to restore the world. That's our duty. Yes. Well, I'm very secular, but I'm willing to receive the gift in with its spiritual overtones and the meaning it has for the people who are giving it, because I believe in those ideals. Whether you derive it from a religious faith or from an enlightenment position, the spirit is the same. It's for humanity, it's for human dignity, it's believing, hopefully, in what human beings can achieve. It's not having a cynical view of the world. No. How did you first get involved into the struggle against apartheid?
I've been thinking about it a lot because I grew up in this very political family. I didn't want my parents to dictate my life for me. So I kind of stood away from it. And then two things influenced me. One was I went to a lecture on poetry. It was a Spanish poet called Lorca. I didn't know they even had poets in Spain. I knew they had bullfighters. And this was by a South African poet by the name Ace Krieger, from a Dutch descended family, very liberated person. He'd been in Spain at the end of the Civil War. And he walked up and down the stage speaking English, Afrikaans, Spanish, Dutch, not Dutch, Afrikaans, French. And that famous poem by Pablo Neruda, A los cinco de la tarde, at 5 in the afternoon, when Lorca was assassinated. And what that session did for me, it linked up the dreams, the soulfulness, the inwardness, the poetry that I used to love with the big events of the world. And I was ready. And a week later, I was in a youth movement, young people my age, and not long afterwards, I was volunteering to go to jail in the Defiance of Unjust Laws campaign. Yeah, because you have been imprisoned twice. What did that do to you? The very first time I went to prison, that was as a volunteer. And the volunteer number one was a certain lawyer named Nelson Mandela. I was volunteer number 10,842. And the magistrate looked at the charge and he said, "This boy is 17, go home to your mother." So that wasn't a very glorious outcome. But the next time, I'm a young advocate in Cape Town, I'm thrown into solitary confinement. It was terrible. What did it do to you? You are completely alone in a cell, like a concrete cube. You can't see out. No one to speak to, nothing to do. And you don't know how long you're going to be there. Time becomes your enemy. And I tried to create a regime. I would sing, I would whistle, I would walk up and down, I would do exercises, and 5 minutes had passed. It was terrible. You never, never, never get over solitary confinement. No, what did it crush inside? A certain hopefulness. There's something, it's lovely to be naive and expectant about the world, and some of that was destroyed, a certain optimism, and it's never fully come back. That was the first time, mm-hmm. 168 days. I was so joyful. I ran from the middle of Cape Town about 12, 13 kilometers. I'd never run that distance and threw myself into the sea. It was a marvelous kind of moment for me, but something was crushed. And then 2 years later, I'm thrown into solitary confinement again. You don't get stronger each time. And this time I had sleep deprivation. Oh, that's terrible. Shouting for 10 minutes and then total silence for 20 minutes. And then another team comes in, and then total silence. And then I think they gave me something also to eat. I just collapsed. And something collapsed inside me. I'm on the ground, water is being poured on me, they lift me up, they... Thick, Roirus Swanepoel was his name. I feel his fingers, I can imagine them to this day, pushing my eyes open, and I collapsed a few times. But something was broken in me. And that was my most humiliating moment in my whole life. And I was privileged. Black people would get electric shock, torture, would be physically beaten, would be left to hang outside the windows. I, as a white traitor, as they saw it, just subjected to sleep deprivation, but it was terrible. Yeah. Another crucial event in your life is the bomb that was placed by the Secret Service under your car. Let's take a look at an excerpt of the documentary. And a voice says, it was a car bomb.
That moment every freedom fighter waits for, will they come for me today? And they'd come for me and I'd survived. And I open the door and I see he's a bit younger than me, he's tallish, he's thin. And he's looking at me, I'm looking at him. You walk to an individual and you stretch out your hand. Only to find that he doesn't have an hand. That is when reality dawned on me big time. And I see in his eyes, so this is the man I tried to kill. And I'm saying to myself, so this is the man who tried to kill me. In his book, he wrote, he said, I came in as a guy that was fairly arrogant. I tell you one thing, I became humble right there and then. I became really, really, really humble. I won't invite him out to go to a movie with me or to have a meal. If he sits next to me in a bus, I'll say, oh, Henry, how are you getting on? And I feel I've humanized what had been a purely abstract relationship before, the enemy trying to kill me. Now it's a person, and we've met, and now we're living in the same country. I'm just a little more secure. There's a little less ugly mystery in my life than there had been before. We saw your little son. Yes. I see it in your eyes. You lost an arm and the sight of one, yeah. The vision in one eye. How did the attack change your soul and mind? It liberated me. Really? I can't quite explain it. That bomb blasted away all the sadness, the heaviness, the sense of defeat. Partly I'd survived. And it was like almost literally being reborn. I had to learn to stand. I wanted to say, look, mommy, like a child, I can stand. Look, mommy, I can write. Look, mommy, I can tie a shoelace. And my life, that was 1988. My life has been just beautiful since then. And how do you keep yourself from feeling resentment towards the perpetrators? I don't keep myself. I don't feel it. It's just not there. It's not there. And you know, I used to think there's something wrong with me. I'm not a real, real revolutionary freedom fighter. I should hate them. I should want to kill them. And I said this to an American journalist in 1990s, now interviewing, we're going back, how will we feel? Do we want revenge? And I said, I think there's a deficit in me. I'm a failure. As a real freedom fighter, I don't hate them. He said, you can relax, Albie. I've spoken to Nelson Mandela, he said the same thing. To Walter Sisulu, he said the same thing. To Ahmed Kathrada, the same thing. And I know what it is. We weren't fighting against people, individuals. We were fighting against a terrible system of injustice. And our goal was to transform the country, to achieve that. And you know, I still remember when I was lying in hospital, I got a note. Letters. Remember those things called letters? Yes. You used to lick a stamp. And I opened it with my one finger, and it says, don't worry, Comrade LB, we will avenge you. Signed, Bobby. Avenge me? We're going to cut off the arms? We're going to blind in one eye? Is that what we're fighting for, a country with people without arms and blind? But if we get freedom, if we get democracy, if we get justice, that will be my soft vengeance. Roses and lilies will grow out of my arm. The last time I looked, I didn't see any roses and lilies, but it's like that has happened. We got democracy, we got President Mandela, we got possibly the most beautiful constitution in the world. We got the Constitutional Court. We got our building. We built the Constitutional Court right in the heart of the prison where people had been locked up. That's where our court that defends the basic rights of people. It's kind of one fable after the other of beauty triumphing over ugliness. And for me, that's much more powerful than revenge. And what challenges lie ahead for South Africa? Sure. Yeah? Plenty, plenty, plenty. The big difference now is we have a basically very good country with a constitution, elections, free and fair, regular, lively press, strong judiciary, strong political parties, people speak their minds.
We also have massive unemployment, inequality still connected with race. We have crime, we have corruption, we have problems of leadership. My wish is that the country, all that's good in South Africa, all the things we fought for, will find the way to deal with the many negative aspects that are still there. And I think we are a robust country, and we have a people who want a better life, and who, just as we fought against apartheid, they will fight against the things that are negative in our country. This program is called The New World. What would the new world be like? I'd say the best of the old world, because it doesn't start from nowhere. And there's something especially powerful when something that is negative becomes positive. You know, we mentioned earlier that I'm Jewish background, but I'd never read the Bible until I was in solitary confinement. The only book I had was the Bible, and I rationed myself. I would read 2.5 pages every day to have something to read. And I was shocked how violent it was. How violent it was. Most of it. Tribalistic, smiting the enemies. The beautiful Song of Songs, Solomon, and then the prophets. And I got consolation from the prophets. And that phrase that's very well known, I'm not sure how you say it in Dutch, but the day when you turn swords into plowshares. And my life since 1988 has been swords into plowshares. You don't discard the negative. You don't trample on it. You don't say these things didn't happen. They happened. But that negative energy, you turn it around to become positive. And that's what we've really, the strength of Mandela, who's known as an individual, of our constitution, our beautiful constitutional court, of the best values, it's from the negative into the positive. And that's what gives me courage and hope for South Africa. Thank you so much for being here. Thank you, Albie. Zoals elke week vragen wij een artiest of groep die ons inspireert om een invulling te geven op een muzikale manier aan de nieuwe wereld. En deze week is het een hele grote groep, Sultana. Ze speelde onder andere op het afscheid van koningin Beatrix. En we zijn heel blij dat jullie nu bij ons zijn. Hassan, ja, dank je wel. Welkom. Wat gaan jullie voor ons spelen? We gaan een nieuw nummer zingen. En het nummer heet in het Arabisch Hawatani. Letterlijk vertaald, daar zijn we weer. Want daar zijn we weer. Ja, precies. Want we hebben inmiddels een beetje de formatie aangepast. Okay. Met enkele nieuwe leden en we gaan er weer tegenaan. En wat is jouw associatie met dit lied wat je gaat spelen met de nieuwe wereld? Ja, heel veel energie, gezelligheid, vrolijkheid en ja... Te gek. De boel op zijn kop zetten. Oké, okay. Nou, mooi zo. We gaan luisteren hoe jullie de boel hier op zijn kop gaan zetten. Geef ze een hartelijk applaus, Sultana. Oh.
van de ene natuur naar de andere natuur. Want we gaan bloot douchen met jeugdtrendwatcher Bamber Delver. Bamber, goedemiddag. Goedemiddag. We hadden het aan het begin al even over. Na het sporten douchen jongens steeds vaker met een onderbroekje aan. Ja. Waarom doen ze dat? Want wij deden dat vroeger niet. Nee. Het douchen is verplicht na sportclubs en het gymmen op school. En dat betekent dat er een soort, dat zie je hier ook op de openbare ruimte, wat school en sportclub toch is, zie je dat religie een intrede doet. Dus heel veel moslimjongens die proberen daar een beetje een balans in te vinden. Want, even voor de helderheid, moslims mogen zich niet naakt laten zien aan andere jongens? Ja, dat schijnt. In ieder geval, je moet je edele delen bedekken voor buitenstaanders. Geldt ook voor meisjes? Ja. Steeds vaker valt het begrip nieuwe preutsheid en ook steeds vaker wordt daarvan de oorzaak gezocht bij de islam. Welkom Inger, welkom Kautar. Even een korte reactie, Kautar, op het filmpje. De naaktfilmpje? Nee, niet het naaktfilmpje. Nee, of, niet alleen het filmpje. Over naaktheid? Over naaktheid. Het is vaak geassocieerd met de islam, maar ik denk het is niet iets alleen maar met de islam. En ook ik denk een lab, een stof associëren met preutsheid is een beetje te ver zoeken. Maar is het zo wat hij zegt, jongens mogen elkaar niet naakt zien? Dat klopt. In de islamitische cultuur vaak ook vrouwen, bijvoorbeeld als ze naar de hammam gaan. Sommige vrouwen zijn naakt, maar dan heeft een andere broek. Maar dat is niet per se iets te maken heeft met schaamte of preutsheid. Het is meer iets religieus, cultureel. Maar, daar gaan we het over hebben. Inger? Ja, ik vraag mij af of het een trend is die misschien wel weer een keer voorbij gaat, of dat het echt een probleem is. Het duikt steeds vaker op. Er zou nieuwe preutsheid zijn. Wat zie jij als seksologe? Ja, nou ja, nieuwe preutsheid, ik denk, bestaat dat, ja of nee? Ik denk dat er zowel ja als nee op kan antwoorden. Nee vanuit de preutsheid die je vaak ziet binnen de pubertijd. En de pubertijd is natuurlijk toch een fase in ieders ontwikkeling waarin je extreem onzeker bent. En dus ook je lichaam verandert, je seksualiteit ontdekt. En dan zie je dat die onzekerheid heel logisch is en dat daar een stukje preutsheid bij hoort. Het bedekken en het wegdrukken. Duiken. Elke ouder kent wel de deur die op slot gaat van de badkamer, of het omkleden met een handdoekje om je heen op het strand. Vaak voor de puberteit zie je eigenlijk meer vrijheid in de naakt zijn. En na de puberteit, richting de volwassenheid, wordt het ook wel weer minder. En het andere stukje, dat is dan het ja. Waarom dan de nieuwe preutsheid? Ik denk dat er wel een stukje nieuw in zit. Omdat dat bedekte douche, dat was iets wat ik hoor dan van mensen om me heen die zeggen, ja, vroeger hadden we dat niet. Waar komt dat dan door? Nou, ik kan me wel voorstellen, de jongeren van tegenwoordig groeien op met internet, met een beeldcultuur. En daarin zie je natuurlijk zoveel plaatjes vanuit een perfectie, de videoclips. En ik denk wel dat de onzekerheid in die periode juist heel erg versterkt. Mm-hmm. Want je bent al onzeker en dan zie je ook nog alles voorbij komen. Ik denk dat zeker die preutsheid en de onzekerheid dus versterkt. Kautar, ik hoor jou. Mm-hmm. Nee, omdat ik bijvoorbeeld, ik werk heel veel met het lichaam en met de dans. En je bent ook buikdanseres, toch? Ook. Docent gender ook, maar ook. Met het Raksat al-Ilahat in het Arabisch, dans van de godin. Het is pre-islamiek dans, meer dan 4000 jaar oud. Maar een variatie ervan is ook buikdans natuurlijk. Maar techniek is hetzelfde. Maar well, off the record, over wat jij zei. Je ziet vaak dat preutsheid met de puberteit. Dus ik heb vrouwen die bij mij komen en dan ik zeg, breng jouw dochter mee. Als zij klein is, zeggen ze, nee, maar ze is te klein nu. Ik zeg, waarom te klein? Ze is 6, 7, 4. Ja, maar het is goed als zij 14, 15. Ze zeggen waarom. Maar dan zit ze in de puberteit, heeft ze moeite met haar lichaam. En dan dat zal haar, zeg, juist voor die tijd moet je beginnen. Dat rond die tijd met alles wat ze ontvangen qua beelden over lichamelijkheid. Dan als ze eerder beginnen met hun lichaam kennen en zich familiariseren en houden van hun lijf en andere lijven zien, dan hebben ze beter bagage om die puberteit door te gaan en ook om te zien, dit is de realiteit en die zijn beelden. Maar nu vaak de jeugd relateert naar hun eigen lichaam via beelden de hele tijd. En dan kijk je naar je eigen lichaam en dat klopt niet en dan word je ontzettend onzeker. Herken je dat, Inger? Ja, de maat wordt gesteld in de media. Ja.
Nou ja, niet alleen in de media. Ik denk ook dat we zelf heel kritisch zijn als we met elkaar zijn in groepen. Hè, vooral. Hè, dan kan een jongere thuis nog wel een stukje vrijheid hebben. Maar in de groep is er dan wel die extreme onzekerheid. Omdat we toch ook, vrouwen onderling ook, hoor, niet alleen in de puberteit, maar ook op latere leeftijd, dat je toch ziet dat vrouwen richting elkaar heel kritisch en beoordelend kunnen zijn. Een beetje ook. Ja, en ik las laatst, ik was een vrouwenblad aan het lezen laatst. En er stond een artikel, heel leuk artikel over imperfectie. En dat het juist dat de schoonheid is, hè, dat we allemaal anders zijn. En dat het juist ook de dynamiek en iets nieuws en het boeiend maakt. En dat perfectionisme dan zo statisch zou zijn. En dat vond ik een heel leuk artikel. Maar de rest van het tijdschrift stond vol met wat wij van de zomer allemaal kunnen doen om er goed, strak, gekleurd uit te zien. Dan denk ik, ja, dan heb je dat leuke artikel en de rest doe je meteen weer afbreuk. Doe je weer afbreuk en ja. Maar daarom ook die preutsheid relateren bijvoorbeeld aan naakt of niet naakt douchen. Bijvoorbeeld, ik ben Tunesisch, in Arabische landen, en bijvoorbeeld in Tunesië en Noord-Afrika heb je de cultuur van de hammam. Oké, iedereen zit met een onderbroek meestal. Maar aan die andere kant, de vrijheid in het lichaam en de manier waarop het wordt voor het lichaam gezorgd en van het lichaam genoten. En dan ga je het lichaam van jouw oma of van jouw moeder scrubben en masseren en epileren. En je ziet allerlei lichamen, allerlei vormen. Van 4 tot vrouwen van 80 heb je een reële beeld. En er is niks schaamte of preutsheid. Dus naaktheid per se, of niet naakt willen zijn, hier relateren aan preuts zijn, ik denk het is een beetje kort door de bocht. Ja, en er wordt vaker ook naar de islam gewezen. Niet alleen wat hij zei, dat voorbeeld van die jongens, maar bijvoorbeeld omdat veel vrouwen bedekt over straat lopen. Maar jij zegt, ook dat is een raar verhaal, want je moet onderscheid maken tussen binnen en buiten. Maar het is ook diezelfde vrouwen dat die zit op straat bedekt lopen. Ga maar naar die vrouwen en dan gaan we zien of binnen. Het is sexy, het is vrij. De gesprekken over seks, de vrijheid die ik met Arabische vrouwen kan hebben, heb ik tot nu toe nooit met de, echt bijna nooit met Nederlandse of Europese vrouwen. Er is heel veel vrijheid. Maar het feit dat zij bedekt lopen op straat betekent niet dat zij preuts zijn. Maar hoe komt het dan dat wij hier denken dat de preutsheid te maken zou hebben met de islam? Ik denk hetzelfde dan bijvoorbeeld heel veel Arabieren. Ik heb een Tunesische vriend die zei tegen mij, ja, maar die Hollandse vrouwen die hebben seks met iedereen. Je hoeft alleen maar naar de sauna te gaan. Die zegt, hoezo? Ja, die lopen allemaal naken door elkaar. Maar een vrouw, wat denk je? Het is een enorme grote orgie. En dan zeg ik, goh, ben je al... Ze denken echt dat omdat Hollanders dat hebben, dat het gewoon... Dat is een vooroordeel. Maar het is dus een twee kanten vooroordeel. Het is een vooroordeel. En ook omdat de vrijheid, bijvoorbeeld wat toen ik naar Nederland kwam, ik vroeg, omdat ik werk heel veel met de bekkenbodemspieren, dus ik vroeg hoe heet dit, hoe heet dat, en elke keer kreeg ik een woord en dan ga ik vertalen naar het Frans, schaamlippen, lèvres de la honte, oké, schaamhaar. Les cheveux, les poils de la honte. Schaambeen, la jambe de la honte. Ik dacht, wat is dat nou met die cultuur? Dat alles wat daar is, schaam dit, schaam dat, schaam... Dus er is ook schaamte in de Nederlandse cultuur of Europese cultuur of in de christelijke cultuur en in het bijzonder met Calvinisme naar jouw lichaam toe. En wat je zegt ook, de manier waarop vrouwen kunnen echt verschrikkelijk zijn met hun eigen lijf en lijf van andere vrouwen, er is weinig liefde daarin. Ik ga even terug naar Inger. Want jij werkt onder andere met mensen van de Bible Belt. Als ik nou even haar verhaal hoor, wij denken dat de islam daar groot van invloed is. Wat zie jij wat de invloed is van streng christelijke leer op de beleving van seksualiteit? Ja. Maar ja, het christelijke geloof heeft toch veelal de overtuiging dat seks het hebben van gemeenschap is, wat ook passend is binnen het huwelijk, waardoor je... Dat het zich daartoe beperkt? Ja, dat het toe beperkt. Waardoor je eigenlijk, wat ik regelmatig tegenkom, is dat vrouwen, maar niet alleen vrouwen vanuit het christelijke geloof, maar ook even aansluitend bij jouw verhaal, ook vrouwen in het algemeen zonder geloofsovertuiging, die hebben weinig met hun eigen lichaam. Die ontdekken hun eigen seksualiteit daardoor dus ook niet. Hè? Het is onderzocht dat op het moment dat jij vrijer bent met je eigen lichaam, je ook vrijer bent op seksueel vlak. En dat je daarin dan, met of zonder geloof, hè, het ontdekken van je eigen seksualiteit, weten wat je prettig vindt, dat is heel belangrijk. En ik zie dat regelmatig in mijn spreekkamer terug, dat vrouwen dan komen met problemen omdat ze geen zin hebben om te vrijen, omdat het pijn doet. Hè? Het hebben van gemeenschap doet pijn.
En dan dat ze eigenlijk ook een heel negatief beeld hebben van hun eigen lichaam. Vanwege het niet accepteren en het zelfs vies vinden soms van het eigen lichaam. Tot slot, we hebben al die beelden van perfectie waar jongeren mee geconfronteerd worden. Ook ouderen overigens. We hebben deze vooroordelen, we hebben de vooroordelen wederzijds. Hoe brengen we nou jongeren toe om gewoon volwassenen misschien ook te genieten van het lichaam dat ze hebben en dat ze zijn? Ik kan praten over de cultuur waar ik vandaan kom. Ik denk een van de positieve kanten van die scheiding in de islam tussen vrouwen en mannen, dat hoeft niet de hele tijd, is dat vrouwen onder elkaar en mannen onder elkaar van hun lichaam genieten en ontdekken en vereren. En dat is ook een van de mooiste kanten, vind ik, bijvoorbeeld in de islamitische cultuur, is dat je moet eigenlijk genieten van het lichaam, omdat het is een geschenk van God. Oh, die moeten we erin houden. Ja, toch? Dan gaat het goed. En de seksualiteit ook. Islam is heel open over seksualiteit. Ja. En over seksualiteit van de vrouw en hoe een man, dat een man niet een vrouw als een behem, als een beest moet mee beginnen, maar gewoon een beetje voorspel doen. Er is ook heel veel vrijheid in de islam, ook over seksualiteit en erotiek en lichamelijkheid. Inger, hoe ga jij jongeren leren om gewoon gelukkig te zijn met hun lichaam? Ja, nou, dat is wel een lastige. Omdat je merkt dat de jongeren, hè, vanuit dat stukje, die onzekerheid die zal er zijn. En dat hoeft ook niet weg. Wat wel belangrijk is, vind ik, dat ouders en opvoeders en ook jeugdleiders toch het bespreekbaar maken. Dat wat ze zien op internet, de pornofilmpjes waar ze de eerste seksuele ontdekking zien. Jongens die dat als stimulans gebruiken. Ik denk dat het heel goed is om als ouder, opvoeder, daar met je puber over in gesprek te gaan. Van, joh, dat is niet de werkelijkheid in de realiteit. Is er liefde, is er aandacht, geniet van elkaar en maak er werk van. Net zoals eigenlijk wat jij zegt, dat daar weer aansluiten. Ja. Mag ik jullie danken? Inger Kautar, dank je wel. Het mensenrechtenverhaal van 2015 is tot nu toe het verhaal van de vluchteling. We kunnen de beelden van reddeloze mensen ronddrijvend op zee niet negeren. Het is te zichtbaar. Their passage, which can cost over $1,000 each, is arranged by unscrupulous human smugglers. They're crammed onto leaky boats, often without any competent crew, life jackets, navigation equipment, food, water, or even protection from the elements. Survival is a lottery. En als je het vasteland van Europa hebt bereikt, dan wachten er nog vele barrières. Al eerder besteden we er aandacht aan. Vluchtelingen die in Calais wachten tot ze het kanaal kunnen oversteken. Ze kijken of ze een vrachtwagen kunnen binnendringen. Chauffeurs worden soms ronduit belaagd. Stilstaande vrachtwagens zijn een uitgelezen kans voor de duizenden vluchtelingen in Calais. Ze hopen als verstekeling mee te reizen naar de overkant. De oproeppolitie probeert dat tegen te gaan. Deze jongen heeft een verkeerd plekje uitgezocht, maar de politie geeft hem na een vermaning overduidelijk de kans om het later nog eens te proberen. In oktober vorig jaar spoelde het lijk van een man aan op het strand van Texel. Identiteit onbekend. Tot 14 juni jongsleden. Het blijkt dan het lichaam van een 22-jarige Syrische jongen te zijn. Muaz Al-Balki. Muaz kijkt je lachend aan. Hij heeft zin in zijn leven, denk je. It is not only a humanitarian emergency, but also a security crisis, since smuggling networks are linked to, and in some cases finance, terrorist activities, which contributes to instability in a region that is already unstable enough. In Nederland pleit de VVD al jaren voor veilige opvang in de regio. Men roept op tot een harde aanpak van mensensmokkelaars die IS zouden financieren en terroristen als paarden van Troje exporteren. Maar wordt onze angst voor de vreemdeling wel beteugeld door de grenzen te sluiten? De politiek hoeft zich niet doof te houden voor deze angst, maar ze hoeft daar ook niet te exploiteren. Angst voor het vreemde en het ongewisse wordt hierdoor namelijk versterkt. En zo vallen er onnodig onschuldige slachtoffers. De meeste zijn als Muaz. Gewone mensen die uitkijken naar hun toekomst. Helaas geboren in een regio die niet zo veilig is als de onze. Welkom, Julia. We zagen je net al in een hele andere outfit. Ja. Hoe maken de kleren de vrouw? Oh, ja, dat is een goede vraag. Ja, je voelt je wel anders. Ik voel me wel anders als ik mijn buikdanskostuum aan heb.
Nou, dan ga ik natuurlijk ook optreden. Dus dan raak ik in de stemming en dan weet ik van... ja, nu ben ik Julia Rose, de belly dancer. Ja. Voel je je ook meer vrouw dan? Nou, ik denk dat ik me vooral meer een performer voel. Want ik ben toch vooral een performer. Ik ben op dat moment niet bezig met vrouw zijn. Daar ben ik me dan denk ik niet bewust van. Nee, je bent natuurlijk wel, als je optreedt, wel bezig met je vrouwelijkheid. Maar dan meer in de vorm van een performance. Ja. Ja. We hadden het net aan tafel over al dan niet vermeende preutsheid. Toen jij de eerste keer begon met buikdansen, moest je toen een bepaalde gêne overwinnen? Nee, ik weet nog heel goed dat ik vanaf mijn eerste les meteen dat ontzettend super vond eigenlijk. En wat was dat supere? Dat mijn docent voor mij stond en die maakte dan bepaalde bewegingen met haar heup en met haar haar. En dat ik echt dacht van, dat wil ik ook. Je bent de enige danseres die furoren maakt in het Midden-Oosten, in de Arabische wereld. Ja. We hebben je al gezien, maar we gaan even naar je kijken op beeld wat je allemaal voor dingen doet. Ja, leuk. Het net ook even over mannen, vrouwen. Kijken vrouwen anders naar jou dan mannen? Dat denk ik niet. Hoe bedoel je eigenlijk? Nou, in het publiek merk je andere reacties als je voor vrouwen danst dan voor mannen? Nee, dat denk ik niet. Nee, want ik dans vooral voor Arabisch publiek en in het Midden-Oosten en in Noord-Afrika. En dan dans ik eigenlijk op nummers die bij het publiek heel bekend zijn. Dus ze gaan sowieso wel uit hun dak? Nou, het is meer dat je dan inderdaad een... het is meer een beleving van de muziek op dat moment... en die ik dan vertolk met de dans. Ja. Dus het is de mannen en de vrouwen, zoals ik het altijd zie... hebben gelijke ervaring van de muziek. Dat zijn nummers van Oom Kulthum en Abdel Halim en Warda. Dat zijn, daar hebben ze een emotie bij. En dat vertolk ik dan nog extra met de dans. We gaan even helemaal terug naar het begin. Ja. Daar waren we net ook even, maar... Ja. Voordat je die eerste buikdansles nam, waar had je het gezien? Waar werd het idee geboren? Ongeveer 10 jaar geleden was buikdans een beetje een hype in Nederland. En ik denk dat ik gewoon onbewust... dat het gewoon in de lucht zat op dat moment. Ik heb het nooit ergens gezien. Ik weet gewoon nog dat je overal kon buikdansen op sportscholen. En ik wilde ook heel graag buikdans leren. En kun je zeggen, leuke hobby voor erbij? Ja. Want je zat op de kunstacademie. Ja. Maar wat maakte dat jij er op een gegeven moment je beroep van bent gaan maken? Dat dansen werd eigenlijk steeds belangrijker. En dat ging me heel goed af. En ik ging optreden. En ik ben ook door mijn docenten echt wel gestimuleerd om verder te gaan daarmee. Ik heb nog een master gedaan in Groningen. En ik was bezig daarmee. En ik wilde, ik kan het niet uitleggen, maar ik wilde gewoon zo graag dansen. En ik dacht van, nou, nu ga ik het doen. Ja. En in welke landen dans je allemaal? Mijn eerste contract was in Bahrein. En daarna heb ik nog gedanst in Dubai, Abu Dhabi, Tunesië ben ik heel veel geweest. Ja, en Marokko heb ik ook kort gedanst. En als het goed is ga ik na de Ramadan naar Libanon, heb ik daar voor het eerst een contract. Ja. Voel je je dan Nederlands in een Arabisch land? Of hoe moet ik me dat voorstellen als jij daar aan het dansen bent? Nou, daar ben ik op dat moment niet mee bezig. Nee, ik denk dat dat al zo... Ik ga straks het 4e jaar in van dansen in het buitenland. Dus dat is al zo... ik voel me niet Nederlands of zo, nee. Je hebt ook het gevoel van ik kan dezelfde tot in de finesses dat vak beheersen, die kunst beheersen, als Arabische danseressen? Nou, ik heb wel natuurlijk het nadeel dat ik de teksten altijd van tevoren moet bestuderen. En ik kan een klein beetje Arabisch, maar... het is wel belangrijk om te begrijpen waar de muziek over gaat. Want jij maakt je eigen dans dan op die muziek, die teksten? Ik improviseer altijd. Maar we putten eigenlijk uit een heel groot reservoir... van allerlei bekende Arabische nummers, oude nummers... en soms ook hedendaagse nummers die echt een hit zijn op dat moment. En dan is het wel belangrijk dat je weet waar de muziek over gaat, waar de tekst over gaat. Wat spreekt je aan in de Arabische wereld?
ik hou heel erg van performen. En in de Arabische wereld, als buikdanseres, heb je een show van 3 kwartier. Sta je op het podium met een grote band achter je. En met, in een mooie zaal. Dat is vaak mooi aangekleed. Met, mijn laatste contract was met prachtig rood fluweel overal. En mooie stoelen, rood fluweel. De hele sfeer van de Oriental show. Dat kan je alleen echt daar vinden. En hoe heeft het je veranderd? Zoveel intens contact met een andere cultuur. Ja, ik heb wel dingen geleerd van Arabische vrouwen. Ook van mijn directe collega's. Want we werken in een show met een zanger en een zangeres en een danseres. En ik heb dan vaak veel contact met de zangeres. Soms dan wonen we ook samen. Dan hebben we samen een appartement. En dat zijn allemaal wel echt sterke vrouwen. Die laten niet over zich heen lopen. En, geef eens een voorbeeld. Een Arabische zangeres zal nooit zeggen van... ik ben nog wat aan het uitproberen of ik ben met iets, weet je wel. Dat, en als Nederlander hebben we misschien wel dat je als artiest of als kunstenaar... dan zeg je, ja, ik ben iets aan het experimenteren. Ik hoor je een herkennend lachje. Kouter? Nee, dat is altijd meteen een meesterwerk. Ja, herken je dat? Dat leer je van heel jong af met jouw moeder en grootmoeder. Eerste les is dit. Ja? Ja, ja, ja. Ja. En ook als dan bijvoorbeeld zo'n zangeres ziet... als ik op een andere manier iets aanpak, dan hebben ze ook wel echt de neiging om er wat van te zeggen en je wat te leren. Ja? Ja. En ben je van plan daar te blijven? Om meer te gaan, of vind je het ook een goed idee om hier een buikdansschooltje op te zetten? Ja, lesgeven, dat doe ik wel af en toe. Workshops in bepaalde thema's van dingen die ik vooral daar leer. Van de shows daar, omdat het toch anders is dan in Nederland. Zou het niet onze vrouwelijkheid ten goede komen als we wat meer met z'n allen gingen buikdansen? Denk ik wel, ja. Denk je wel. Kouter? Ja. Absoluut. Ja. Absoluut. Ja? Nou, ik denk dat bij deze besloten is. Oké, heel toch? Goed. Ja. Dank je wel, Julia. Dank en je. Heel veel succes. Dank je wel. Ja, dankjewel Colette. Dit was voor ons de laatste aflevering van dit seizoen. Maar na de zomer, dan zijn we bij u terug. We gaan verder in gesprek met de denkers, de dromers en de doeners. En wij hopen u vanaf september weer te mogen verwelkomen bij De Nieuwe Wereld. En vergeet u niet te kijken op 15 juli naar de ICON-documentaire Soft Vengeance, het levensverhaal van LB Sex. En dan nu nog één keer dat lijflied van die mooie T. Lau en The Scene. Uitgevoerd door de geweldige groep Sultana. Ik wens u een mooie zomer en tot ziens. Thank you.